In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Wesley. Hij heeft teelbalkanker gehad. Wel of geen sperma? Wel. Operatie of chemo? Operatie. Vertellen of verbergen? Vertellen. 1 of 2 ballen? 3. Zwaffelen of teabaggen? Zwaffelen. Hoe kwam je erachter dat je teelbalkanker had? Dat begon eigenlijk toen ik een raar bultje ontdekte op mijn linkerbal. Deed wel af en toe een beetje voelen, want ik wist dat je af en toe gewoon je ballen moest checken. Maar ik wist niet echt waar ik nou precies naar moest zoeken. Totdat ik dus opeens een raar bultje ontdekte, waarvan ik dacht, oké, dit hoort er sowieso niet op te zitten. Het zat er ook nog niet eerder. Je was jezelf dus aan het checken en wat voelde je? Nou, ik voelde een heel klein bultje. Ik denk de grootte van een ert of zo. Ja, dat zit daar dan gewoon. En je weet wel hoe je ballen voelen natuurlijk. Dus als er dan opeens een heel raar bobbeltje erop zit, dan heb je dat wel meteen door. Wat ging er gewoon überhaupt door je eigen hoofd dat je dacht dat het was? Je weet wel, normaal gesproken, als je dan symptomen gaat googlen, dan staat er altijd meteen van, je hebt kanker en je gaat over een paar maanden ga je dood, weet je wel. Ja. Ik dacht van, dat zal het wel niet zijn. Maar toen het de week later nog niet over was, toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die zei eigenlijk van, ik heb geen idee wat het is. Toen kreeg ik een doorverwijzing naar de radioloog. En ik zag al meteen aan die radioloog van dat het niet goed was. Ik kon ook meekijken op dat schermpje zo en ik zag dus daar mijn bal. En er zat echt een enorme bult op. En je hoeft er echt niet geneeskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat er absoluut niet hoorde te zitten. En was die ook groter geworden, denk je? Ik denk dat die ook wel groter was geworden, ja. Toen moest ik dus opeens naar de andere kant van Tilburg, naar een ander ziekenhuis. En daar werd me eventjes in een gesprekje van 10 minuten verteld van, luister, we hoeven geen verdere onderzoeken te doen. Dit is kanker. Je hebt teelbalkanker. Ja, dat was wel echt heel heftig. Dat was wel een moment waarop alles even stil stond. En toen kreeg ik daarna ook te horen van, en morgen heb je operatie en gaat hij eraf. Maar en wat voelde je erbij toen je gewoon voor het eerst echt definitief hoorde, je hebt teelbalkanker? Dacht je gelijk van, ik ga dood? Het is een hele zeldzame vorm, teelbalkanker. Maar het komt wel het meest voor in de groep van 15 tot 35 jaar. Dus om de dood heb ik me nooit echt druk gemaakt. Dus het heeft wel altijd wel een beetje door mijn hoofd heen gespeeld natuurlijk. Want ja. Maar hoe was het dat je gewoon toch eigenlijk zelf wel al sinds dat je het hebt gevoeld, dacht dat het dat was? Dat er zo'n tijd overheen is gegaan totdat je pas dat definitief hoorde. En het kwam nog steeds als een verrassing ook. Ook al had ik het wel aanzien komen. Maar je hoopt toch altijd wel ergens dat het gewoon niet is. Hoe reageerde je omgeving erop? Wie heb je als eerste gebeld? Nou, direct nadat ik dus te horen had gekregen dat ik bij de uroloog was en dat ik toen te horen had gekregen dat ik kanker had, ben ik eerst om 3 kwartier heb ik naar huis moeten fietsen. Keihard gejankt natuurlijk. En toen kwam ik thuis en toen had ik al een paar gemiste oproepen van mijn moeder. Want die dacht dat ik alleen voor een echo naar het ziekenhuis ging die dag. En die kon ik toen eventjes vertellen dat de zoon kanker had. En dat was wel echt een het moeilijkste telefoongesprek, denk ik, dat ik ooit in mijn leven heb moeten voeren. Heel veel huilen natuurlijk. En nadat ik dus mijn moeder gesproken had, heb ik het ook meteen aan mijn beste vriendin verteld. Ik ben er eigenlijk van het begin af aan al heel open over geweest. Ook naar mijn huisgenoten. Ik woonde destijds in een studentenhuis met 16 anderen. Al mijn vrienden en de hele omgeving reageerden eigenlijk gewoon heel erg supportive. En ja, ik had ook wel echt steun en een beetje troost nodig en zo. En dat heb ik toen echt wel gekregen. Dus dat was heel fijn. En hoe voelde het voor jou dan dat die arts gelijk zo, dat moment van morgen halen we er een bal uit, dat zeg maar dat gelijk zo bepalend werd neergelegd? Nou, ik vond dat wel heftig, want opeens, ja, je krijgt en te horen dat je kanker hebt, en je krijgt ook nog eens te horen dat je binnenkort gewoon, of de dag erna, nog geen 24 uur later, dat die bal eraf gaat. Dat je opeens iets wat echt van jou is, dat wordt gewoon uit je lichaam verwijderd en dat krijg je nooit meer terug. Dat is wel echt heftig om te beseffen dan. En daar heb je helemaal geen tijd voor om dat te beseffen. Want je hebt net te horen gekregen dat je kanker hebt. Dus je zit met je hoofd daar. Maar heb je ook niet zo'n gevoel van, die bal moet er gewoon nu het liefst over een kwartier nog uit? Nee, ik had zoiets van, geef me nog heel eventjes een momentje, weet je wel, samen met de bal. Hoe zag de behandeling eruit?
Nou ja, ik ben dus toen, nadat ik te horen had gekregen dat het kanker was, hebben ze de dag daarna mijn bal verwijderd. Die is toen opgestuurd naar een lab en daar hebben ze hem in stukjes gehakt, heb ik me laten vertellen, om te kijken wat voor soort teelbalkanker het is. Maar hoe halen ze hem precies eruit? Nou, dan maken ze een incisie in je lies, dus maken ze gewoon een snee. En dan halen ze daar de hele bal, inclusief zaadleider, halen ze er gewoon uit. Dat is het. Het is best wel een kleine ingreep. Het gaat ook heel snel. Het herstel duurt wel langer. Ik heb een week echt gelopen als een oud opaatje, omdat je gewoon, ja, het voelt letterlijk alsof je gewoon om de 3 seconden in je ballen wordt getrapt. Oh, jezus. Dat is... Ja, ja, dat is echt niet chill. Er wordt niet direct een prothese geplaatst. Daar moeten ze altijd mee wachten, omdat ze ook nog willen kijken van, zit er nog ergens anders kanker in het lichaam en zo. En dan moet je gewoon wachten op de uitslag. En dan word je naar de oncoloog gestuurd. En toen hadden ze dus die ene bal eruit gehaald. En was het toen klaar? Was je toen schoon? Nee. Nee, dat is toen naar het lab gegaan en uiteindelijk bleek het een zwaar kwaadaardigste vorm van teelbalkanker te zijn. Bleek dus ook dat het uitgezaaid was naar een lymfeklier. Ik heb toen 4 chemo's gehad en uiteindelijk ook nog een operatie, omdat de tumor nog niet genoeg geslonken was. Toen is de tumor er operatief uit verwijderd en hebben ze ook een prothese erin gedouwd. Ja. Gedouwd ook? Ja, gedouwd. Voelde het zo? Nou, hij was echt veel te groot. Je bal was te groot? Mijn bal was te groot. Mijn prothese was echt veel te groot. Maar dus... groter dan je andere bal? Ik voelde hem ook echt zitten. Het zat echt niet lekker. Dus ik had zoiets van, wat gebeurt? Dit is niet goed, weet je wel. Maar waarom nemen ze een veel grotere bal dan je andere bal? Nou, wat er normaal gesproken moet gebeuren, is dat ze dan even je bal vergelijken met zo'n bepaald soort van vormen en maten die ze dan hebben qua protheses. Maar dat is bij mij niet gebeurd. Dus hij dacht gewoon waarschijnlijk, het zal die maat al zijn. En die hebben ze er gewoon in gedaan en verder niet meer over nagedacht. Ik denk dat dat gebeurd is. Maar en toen zat dus die veel te grote bal erin. Ja. Hoe voelde dat dan? Ik was echt boos. Dus ik heb gewoon tegen hem gezegd van, ja luister, we gaan er nu gewoon een nieuwe bal in gooien. En deze gaat weg. Klaar. Ja. Dus ik heb hem ook nog. Echt? Ik mocht hem meenemen naar huis. Heb je hem bij ik heb hem bij me. Ik wil hem zien. Dit heeft gewoon in jou gezeten. Dit heeft gewoon in mij gezeten. Oh, het is ook een gigantische bal. Het is echt een gigantische bal. Dit is toch geen kwestie mag van perceptie. Ja, je kan hem vast. Je kan hem zelf uit het zakje halen. Ja, dat is steriel. En... Ja, ik pak hem er even bij. Jeetje, wat een enorme bal. Hey, alright. Het is echt... Jeetje. Heftig, hè? Echt een maatje XXL bal, denk ik. Hij voelt wel echt als een bal, vind ik. Weet je, je kan hem net een beetje zo indrukken en hij is een beetje zacht. Ja, qua zachtheid komt hij wel dicht in de buurt, maar voor de rest, het is toch wel een stukje mannelijkheid ook. En in die tijd had ik nog gewoon heel veel dates en zo. En dan wil je toch nog een beetje representabel of zo eruit zien. Ook niet dat hoeven zeggen van, hé, luister, ik heb maar 1 bal. Kan je nog klaarkomen? Ja, ik kan gewoon. Alles werkt nog prima, helemaal naar behoren. Maar voor de helft misschien? Nee, er komt zelfs meer uit dan daarvoor. Ja? Ja. Ja, absoluut. Was klaarkomen überhaupt toen een ding? Want na die operatie die ik dus heb gehad, waarbij de tumor uit de lymfeklier is verwijderd, omdat dat best wel een zware operatie is en omdat ze heel diep moeten, is de kans dat ze per ongeluk een zaadleider doorsnijden, waardoor je dus nooit meer nat klaar kan komen, alleen maar droog kan klaarkomen. Maar dat bleek gelukkig niet te zijn. Dat is allemaal gewoon goed gegaan. Maar en hoe was dat dan de eerste keer dat je klaar kwam? Dat je dacht, oh my god, het werkt nog. Ik was zo blij. Het was echt, het was echt euforisch. Ja. En je moest sowieso natuurlijk wel rustig aan beginnen. Omdat alles is nog heel gevoelig en zo. Dus het was sowieso heel rustig aan. Je stond op knappen natuurlijk, sowieso. Ja, zeker. Absoluut. En ik dus begon heel rustig aan. En uiteindelijk kom je dan op je hoogtepunt. En dan lukt het gewoon. En het was wel... Heel fijn, dat was echt een enorme opluchting. Ja. Ben je nog wel gewoon vruchtbaar ook? Je hebt altijd wel het risico van chemo's dat je daar onvruchtbaar van kan worden, zeker. Ik heb ook geen kinderwensen, dus in principe maak ik me daar niet druk om. Nee. Er werd mij sowieso wel, voordat de bal er uit werd gehaald, werd mij wel gevraagd of ik zaad wilde invriezen. Maar daar heb ik ook nee tegen gezegd. Maar op zich van het bal weghalen? De bal weghalen zelf? Nee. Dat niet. Ja. Dan neemt het gewoon die andere bal, neemt het gewoon prima over. En dan komt alles gewoon goed. Hoe is het om seks te hebben met een balprothese? Gewoon precies hetzelfde als met 2 ballen. Ja, je hebt wel iets minder gevoel. Want voel je hem zitten? Ja, je voelt hem wel zitten, maar je voelt hem vooral een beetje tegen de achterwand of zo van de balzak aandrukken tijdens de seks. En dat is wel een apart gevoel, want het is gewoon niet lichaams-eigen. Het enige waar ik dan wel last van heb tijdens de seks is het litteken wat ze hier in Belize hebben gemaakt. Of waar ze die incisie hebben gemaakt.
Want dat trekt nog wel eens. En dat is natuurlijk ook gewoon 3 keer open geweest. Voel je er dan ook iets van tijdens de seks? Nou, aan het begin had ik er wel best wel veel last van. Nu af en toe nog steeds wel. Dat het een beetje pijn doet. Dat was aan het begin wel heftiger dan nu, gelukkig. Het was echt wel ongemakkelijk en het was gewoon echt pijnlijk en afleidend ook vooral. En je bent dan toch heel voorzichtig. En je moet ook gewoon, ja, je kan het ook niet loslaten, want het zit toch de hele tijd in je hoofd. Want hoe deed je dat überhaupt met dates? Zei je op de eerste date van, ik heb wel 1 bal. Op een gegeven moment toen, via Grindr had ik dan heel veel dates. Of tenminste had ik dan meerdere dates wel met mensen waarmee ik eerder seks heb gehad. Maar waar ik dan tegen zei van, ja, en ik heb nu wel trouwens 1 prothese. Als je raadt welke, dan krijg ik een cadeautje. Je maakt er een leuk spelletje van. Ja, precies. Wat heeft het gedaan met je zelfbeeld? Ik denk dat wat mij het meest bij is gebleven is toch wel de angst dat het nog een keer gebeurt. Je hebt toch minder vertrouwen in je lichaam. Ik denk dat dat ook deels komt omdat je er gewoon 5 jaar lang aan vastzit. Je bent nog gewoon 5 jaar onder controle nadat je dus genezen bent of schoon bent verklaard. Dus je kan het ook niet even afsluiten. Je bent er altijd mee bezig en het heeft toch wel echt een impact op het vertrouwen dat je in je lichaam hebt. Vind je die littekens bijna nog heftiger dan die bal die eruit is? Omdat het zo zichtbaar is? Ik denk het wel, ja. En ik heb ook nog steeds wel gewoon echt af en toe wel moeite met dat ik me ervoor schaam of zo. Omdat ik die littekens heb. Terwijl ik eigenlijk zoiets heb van, what the fuck, je hebt kanker overleefd. Je mag er super trots op zijn. Ga je dan nu nog makkelijk uit de kleren of is het wel toch nog altijd een drempeltje dat je denkt, dame? Ja, het was wel echt altijd een drempel, omdat ik me gewoon dus best wel schaamde nog gewoon voor mijn littekens vooral. Niet echt voor die prothese of zo, wat erin zat. Ja, het verschil zie je gewoon bijna niet. Moet je het echt voelen. Maar wel voor mijn littekens. Ja. En dat is altijd wel een beetje een blokkade geweest. Totdat ik dus een vaste relatie kreeg. Ja, en toen is dat minder geworden. Ja, toen is het aanzienlijk minder geworden. Ja, als je dat 1 keer gedaan hebt met een persoon en die is er gewoon helemaal chill mee en die reageert daar goed op, heel liefdevol op. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Nice, dankjewel. Hey, als jij warme chocomel drinkt, drink je dat dan met slagroom of zonder? Met, sowieso met. Ja? Ja. Altijd met. Altijd.